Ja, we weten allemaal dat in de psychiatrie suïcidepogingen regelmatig voorkomen en dat vaak de onderliggende stoornis een zware depressie is, maar ook kan het zijn dat iemand lijdt aan hevige angsten of aan paniekaanvallen. Ja, voor sommige gevallen is adequate behandeling gelukkig maar er zijn ook patiënten van wie een verzoek aan een psychiater om bijvoorbeeld bij zelfdoding echt serieuze overweging verdient. En in 1993 is al een werkgroep geweest van de KNMG onder leiding van professor Schudel moet ik het ook zeggen. En die heeft gezegd, het gaat eigenlijk om twee situaties. In de eerste situatie is het een patiënt met een steeds terugkerende therapieresistente manisch-depressieve psychose. Waartussen de patiënt dus relatief goede periode heeft en die niet depressief is, niet manisch en ook een helder ziekteinzicht heeft. En die ook wilsbekwaam is. Maar in zo'n tussenperiode kan een patiënt wel de balans opmaken en een weloverwogen verzoek doen om hulp bij zelfdoding vanwege het feit dat hij toch ervaart dat deze ziekte altijd maar weer terugkomt, weet hoe hij verschrikkelijk hij lijdt, met name ook in die depressieve periodes, hoe moeilijk het ook kan zijn in die manische periodes. En dat hij dus, zeg ik, voldoet eigenlijk aan de criteria van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. En als er inderdaad naar huidig medisch inzicht geen herstel te verwachten is, dan kan de psychiater, naar de mening van die werkgroep Schudel, ook aan dat verzoek gehoor geven. En ook ik denk dat zulk handelen dan wel in overeenstemming is met de zorgvuldigheidseisen uit de euthanasiewet die we inmiddels hebben. De commissie onderschrijft nog een tweede situatie, namelijk een patiënt met een onbehandelbare permanente depressieve toestand. En dat gaat natuurlijk gepaard met ondraaglijk lijden en vaak ook met een sterke aanhoudende doodswens. Je zou toch kunnen stellen, ja, als gevolg van die depressie is zo iemand eigenlijk niet wilsbekwaam. Maar er zijn in zo'n situatie vaak echt geen middelen om het lijden draaglijk te maken. En de commissie Schudel heeft denk ik ook terecht gezegd, daar moeten we ons perspectief op die wilsbekwaamheid toch maar een klein beetje aanpassen. Want om in deze situatie vast te houden aan die hele strenge definitie van als je depressief bent, dan ben je niet wilsbekwaam, dat zou onjuist zijn en bovendien onbarmhartig. Ik denk dat dat een heel wijs en verstandig oordeel was. En ik denk dat ook in deze gevallen de doodswens kan worden beschouwd als een wilsbekwaam besluit. Er geldt bij deze categorieën psychiatrische patiënten nog een andere overweging, want het gaat om mensen die met grote vasthoudendheid de dood blijven zoeken en die hun leven dus vaak, zoals we allemaal weten, op gewelddadige wijze zelf beëindigen. Ze gooien zich voor de trein, ze springen van een hoge flat, ze bezorgen anderen daarmee een buitengewoon traumatische ervaring die nog jaren kan doorwerken. Ik weet dat ik nadat de euthanasiewet was aangenomen een brief heb gehad van iemand die zei, ik ben zo blij dat deze wet er nu is en dat ook deze mogelijkheden er zijn. Want mijn vader is in de tijd van een 12e verdieping van de flat gesprongen en wij worstelen daar eigenlijk nog iedere dag mee. En mooi en goed zou het geweest zijn als hij hulp had kunnen krijgen. Maar ook hier wil ik wel stipuleren dat ik heel goed begrijp dat het verlenen van hulp bij zelfdoding in deze gevallen voor een psychiater toch een moeilijke beslissing is. Ik vind het ook begrijpelijk dat de psychiater bijvoorbeeld het inwilligen van die doodswens wel kan ervaren als ja, ik heb eigenlijk gefaald en dat hij het daar moeilijk mee heeft. Ik ben zelf ook arts, wij houden niet zo erg van falen. We zijn ook een beetje opgeleid met het idee dat eigenlijk alles wel kunnen. En misschien ook eens een beetje anders worden in de opleiding. Ja, in het licht van dit alles is het natuurlijk noodzakelijk dat een psychiater die dit toch serieus gaat overwegen, dat hij steun krijgt. Goede, deskundige steun van collega's. En in de wet hebben we daar rekening mee gehouden, want daar hebben we de eis opgenomen dat in het geval van een psychiatrische aandoening, waar een arts ook dat zelfdoding overweegt, dat daar niet één consulent de patiënt moet zien, maar dat twee onafhankelijke consulenten de patiënt zelf moeten zien en dat een consulent ook zelf psychiater moet zijn. Zo voorkom je toch dat een psychiater zich zo heeft laten meenemen in de emoties van de patiënt dat hij misschien toch nog bepaalde therapeutische mogelijkheden
over het hoofd heeft gezien. Je moet natuurlijk wel zeker zijn dat de beslissing juist is, want je kunt zo'n beslissing maar één keer nemen. Ik vind het heel verheugend dat we ook in de eigen kring van de psychiaters in Nederland met deze problematiek toch de laatste jaren echt bezig is. Binnen de NVVE is bijvoorbeeld een werk voor psychiatrie opgericht. En die overweegt ook om een landelijke pool van psychiaters te formeren, waarin een psychiater die hulp bij zelfdoding overweegt, dan een beroep op kan doen. Dus met een soort steun- en consultatieclub oprichten. Zoals je ook de scanartsen hebt voor klassieke gevallen van euthanasie. En ook hier geldt dat de toetsingscommissies inmiddels enkele van dit soort gevallen onder ogen hebben gekregen, die gemeld zijn door een, denk ik, toch moedige psychiater. En die hebben deze gevallen ook al zorgvuldig beoordeeld. Dus ook bij de onbehandelbare psychiatrische aandoening is mijn conclusie dat artsen die daar hulp bij zelfdoding verlenen, onder de voorwaarden die ik net beschreven heb, dat die niet handelen in strijd met de wet. En ik vind dat psychiaters die ook durven erkennen dat het lijden bij deze mensen echt uitzichtloos kan zijn, dat die onze steun ook van harte verdienen. Maar nu is het natuurlijk nog zaak, het staat ook in de titel van mijn verhaal, dat ook alle artsen deze kennis die ik nou zo even heel beknopt aan u heb voorgelegd, zich ook eigen maken. Met andere woorden, laten we die uitburgeringscursus maar eens beginnen bij de artsen zelf. Ja? Oké. Okay.